Ik werk bij IJskenniscentrum Insecten, een ander ongewerveld, en we zijn gehuisvest in het museum. En ik ga iets vertellen over rivierkreeften en graafgedrag. Maar ik dacht dat het misschien goed is om even te beginnen met een stukje historie over rivierkreeften in Nederland. Vroeger, toen alles nog goed was, hadden we in Nederland één, en op de meeste andere plekken in Europa, één soort rivierkreeft, de Europese rivierkreeft. En dat was een soort met enig sociaal, maatschappelijk en economisch belang. En dit was een schilderij die hing bij mijn oma in de slaapkamer. En ik heb pas jaren later ontdekt dat dit schilderij de kreeftenvang heet. Je ziet in het midden onderin, kun je de dingen aanwijzen? Nee, oh jawel, wauw. Hier zie je de schaal met Europese rivierkreeften en meisje die een kreeft zit in het gras. En hier worden de kreeften gevangen. Tot een kwade dag, midden 19e eeuw, toen een alg op het toneel verscheen met schimmelachtige eigenschappen. Je ziet deze draden die groeien door de kreeft heen. En er is een meneer geweest die heeft daar een... kan ik dit pauzeren? Die heeft een artikel gemaakt hoe die kreeftenpest door Europa is gegaan. En ik heb daar een soort animatie van gemaakt, die wou ik even laten spelen. Kan je dat nog? Het is begonnen, wat ze denken, in Italië. Opeens in de zuidflank van de Alpen, die meren verdwenen in één klap rivierkreeften. Toen, ik had een paar winterdagen, ik heb het niet helemaal vol kunnen maken. Maar in 30 jaar tijd is eigenlijk in heel Noord-Europa is de Europese rivierkreeft verdwenen. En dit was wat we toen over hebben. Dus je ziet de Europese rivierkreeft in Nederland. De oranje stip is vroeger. En de zwarte stip is tegenwoordig, dus nog één plek. En je moet bedenken dat men op dit moment, dus 100 jaar geleden, geen idee had wat er aan de hand was. Pas in 1930 ongespeeld hebben ze uitgevonden dat dus die kreeftenpest dat het geassocieerd is met soorten uit Amerika. Maar in de tussentijd was er wel een behoefte aan weer nieuwe kreeften. Dus ze zijn actief, voordat ze door hadden waar het over ging, zijn ze Amerikaanse kreeften naar Europa gaan halen om te compenseren voor het verlies aan rivierkreeften. Dat is eigenlijk heel tragisch geweest, want daarmee was dus de vector van die kreeftenpest was daarmee ook in Europa en kon die dus nooit meer terug. En ook daar heb ik een animatie van gemaakt. Je ziet onderin een teller. En links zie je een soort die het eerst kwam. De gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. En rechts de rode Amerikaanse rivierkreeft. Ja, en toen, een beetje een oud filmpje. Maar waarom ik deze twee even naast elkaar heb gezet, is omdat dit heel mooi laat zien hoe die verspreidingspatronen zich ontwikkelen. Aan de linkerkant is een soort die als eerste naar Europa is gehaald. Maar dat is eigenlijk heel vreemd, want het is een hele kleine rivierkreeft en het groeit ook traag. En commercieel gezien is dat eigenlijk een hele onhandige soort. Dus na die introductie is hij een beetje aan zijn lot overgelaten. En hij heeft er 100 jaar over gedaan, zoals je zag, om uiteindelijk via de Maas, via Oost-Nederland, naar binnen te wandelen. En hij heeft zo gaandeweg, in 50 jaar tijd, is hij heel Nederland doorgewandeld. Aan de andere kant, ik noem het altijd de roodwangschildpad onder de rivierkreeften, zie je dat dus de Rood-Amerikaanse rivierkreeft is de meest behandelde rivierkreeft in Europa. En je ziet dus ook de associatie met waar wij zijn. Je ziet Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Breda, Tilburg, Nijmegen, Zutphen, alles overal waar. Het zijn allemaal woonwijken die volstrekt niet aan elkaar gerelateerd zijn, waar dus dat beest verschijnt. Inmiddels is dit de situatie. We hebben 6 soorten die in Nederland gevestigd zijn. Ik wil er niet helemaal overal op ingaan. Er zijn denk ik 3 dingen die ik er even uit moet pikken. Dus 1, het is iets wat al heel lang gaande is. Al meer dan 50 jaar. Het zijn heel erg verschillende soorten die je eigenlijk ook niet op één hoop kan gooien. Er ontstaat soms een neiging, ja, de Amerikaanse rivierkreeft is zo slecht voor bla bla bla. Maar
Maar er zijn ook soorten die dus na introductie... dit is bijvoorbeeld de Turkse rivierkreeft. Ja, oké, geen Amerikaan. Die al die oranje stippen helemaal weer verdwenen is. Die is bijna weer uitgestorven. En wat grappig is, dit was eigenlijk de voorloper... van de rode Amerikaan in de handel. Die zat er voor. En je ziet ook precies hetzelfde patroon weer. De hele Randstad. Dus dat is weer een handelskreeft die het uiteindelijk niet gered heeft. Nou, iets wat wel echt een nieuw verschijnsel is... is het feit dat we met de gestreepte en de rode Amerikaanse rivierkreeft... die vrij recent zijn binnengekomen... een heel ander type kreeft binnen hebben gekregen dan we daarvoor hadden. Dit zijn kreeften die worden tertiaire gravers genoemd. En ik zal even uitleggen wat dat mee bedoeld wordt. Wereldwijd zijn er 600 rivierkreeften... waarvan de helft afkomstig is uit Noord-Amerika... de andere helft een beetje uit Australië. Dus heel beperkt verspreiding. En die worden opgedeeld qua graafgedrag in drie typen. En één type, de primaire gravers, zijn rivierkreeften... die leven altijd ondergrond. Die komen nooit in open water terecht. En die maken dit soort... in je grasveld in Georgia... maken die dit soort molshopen. Dat is alles wat je ervan ziet. En hier zie je een soort uit Australië. En die is afkomstig uit dit gat uiteindelijk. Zitten echt heel diep onder de grond. Ze zoeken wel het grondwater op. Ze zijn wel afhankelijk. Dan secundaire gravers zijn soorten die leven eigenlijk altijd onder de grond. Maar komen heel kort even naar het water om bijvoorbeeld voor de paring. Dus dat zijn gebieden die bijvoorbeeld heel kort even in de winter water hebben. En voor de rest van het jaar droog staan. Ja, dan zie je ook weer dit soort. Je kan het overigens ook niet aan de hoopjes zien of het een primair of tertiaire graver is. Maar dit voor het idee, dit soort schoorsteentjes krijg je dan. En tenslotte heb je de tertiaire gravers. Dat zijn soorten die leven eigenlijk altijd in het water. Maar er is een periode dat ze heel kort even onder de grond gaan. En dat is vaak geassocieerd met gebieden die dus meestal onder water staan. Maar dan heel kort even droog vallen in de zomer. Dit soort moerasbossen in Amerika zijn dat. En zo ziet dat eruit als je hem eruit haalt. Nou, mijn gedachte eigenlijk toen die kreeften opkwamen en ik daarmee te maken kreeg, was in Nederland hebben wij niet te maken met, in de meeste gebieden waar die Rood-Amerikaanse rivierkreeft zit bijvoorbeeld, er is geen sprake van periodieke droogval. Dus waarom zou die nog de grond ondergaan? Ja, wat ook goed is om te weten, dit soort gebieden, ze zitten daar omdat het droog valt, dan raak je al je vissen kwijt en je roofdieren. Dus dat maakt dat ze rivierkreeften in dit soort gebieden houden. In ieder geval, mijn gedachte was, graafgedrag is niet nodig voor de Rode Amerikaanse rivierkreeft. Tot ik een keer een telefoontje kreeg van Hoogheemraadschap Delfland. Die zei, er is een meneer in Nooddorp die beweert dat die rivierkreeft onder de oprit heeft. Kun je meekomen kijken? We hebben de tegels eraf gehaald. En inderdaad, onder iedere stoeptegel zat een Rode Amerikaanse rivierkreeft. Dat was eigenlijk voor het waterschap Delfland en Rijnland de aanleiding van, kunnen jullie hier eens dieper op gaan kijken? En want wij willen weten, zijn rivierkreeften een gevaar voor de veiligheid? Wij hebben toen een stuk of uiteindelijk ongeveer 100 holen hebben wij uitgegraven. José Vos van het Kenniscentrum Dierplaag en een student die naar Londen is verhuisd hierna. En wat wij vonden is, allereerst dat, want het waterschap wilde natuurlijk dat wij op allerlei type oevers gingen bekijken, wat dat voor invloed had. En wat een opvallende conclusie was, het type oever maakt niets uit voor of de kreeften zitten, want kreeften zijn als padden in het voorjaar, die rode Amerikaanse rivierkreeft. Als het regent en het is vochtig en het is nat, dan gaat alles hier in deze omgeving gaat het land op. En waar ze de gelegenheid hebben, gaan ze naar beneden en maken een holletje. Dus hier overal op deze plekken, dus dit randje, deze rand en hier in de oever, overal zaten hier rivierkreeften. Dus het type beschoeiing
was niet van invloed op wat daar in de oever zat. Wat wel een enorme impact had op de structuur van de holen, was of een oever doorlaatbaar was. Dus of je vanaf het water in de kant kon komen, of dat je vanaf de bovenkant eromheen moet. Want als het doorlaatbaar is, zagen wij, dan krijg je dus oeverholen. Dan krijg je verticale, zeg ik dat goed? Nee, horizontale gangen. Die een eindje de kanten lopen en meestal een soort kamertje hebben aan het eind. Nou, evengoed kun je daar dan ook landholen hebben, die combinatie. En wat ook zo is, in dat soort plekken zie je vaak dat het gecombineerd is. Zoogdieren die houden, vinden het ook fijn om op de waterlijn te zwemmen. Op de onderlaatbare oevers, dat zijn dus oevers die dus echt, waar je niet doorheen komt, daar zagen we dat er dus alleen landholen waren en dat je daar veel minder zoogdieren had. Nou, hier wat voorbeelden. Dus die oeverholen zijn eigenlijk best lastig te zien. Meestal moet je gewoon, is het een kwestie van voelen, want ze zitten zo ongeveer op of onder de waterlijn. Soms zie je nog een beetje zo'n wat uitgewerkte aarde. Maar die landholen die zijn, dat zijn dus molshopen. Behalve dat het dus heel opvallend is dat het in zijknat grasland staat. Dus als je een molshoop ziet in zijknat grasland, dan moet je misschien even denken van, is het wel een mol? Maar wat we ook vaak zagen is dat particulieren die hopen steeds weghaalden en dan en daar weer graszoden op zetten of dicht trapten. Dus we hebben uit dit stukje gras van een meneer hebben wij 12 grote kreeften alleen uit dit stukje al gelepeld, die steeds had opgevuld met aarde. Een ander iets wat wij duidelijk zagen is dat de beschoeiingen in veenweidegebied, hetgene waarmee je het opvult, dat mag niet te zwaar zijn. Want anders gaat dat, er zijn mensen over waterkeringen die daar misschien meer over weten. Maar ik heb begrepen, als je daar een bak zand in gooit, dat gaat niet. Want dan zakt de hele oever weg in het veen. Dus je moet dat opvullen met iets wat niet zoveel gewicht heeft. En vaak doen ze dat ofwel met potaarde of houtsnippers. Maar ook gewoon met tuinafval. Gewoon, weet ik het. Dit soort gedoe. en dat faciliteert dus die kreeften enorm. Want dan heb je dus in je losse veen heb je dus structuren waar je langs kan graven om je holen te maken. Iets waar we kreeften niet in vonden. Dus dit is weer een voorbeeld van een oevertje bij een tuinder in de buurt van Boskoop. Die heeft dus een oever weer opgevuld met houtsnippers. Maar als het puur houtsnippers is, daar kan een kreeft niks mee. Maar wat we dan wel zagen, direct achter de houtsnippers, dus hier is het einde van de houtsnipperlaag, daar zit dus meteen weer, onder het zeil zit dus weer een burcht, die dus ook de bloempotten omduwt. Dus er was zelfs nog enige sprake van economische schade van omgevallen bloempotten in de graafrand. Nou ja, we waterschap wilde ook dat wij graag keken in de primaire waterkering. Dit is de oever van de Gouwen bij Waddinxveen. En daar zit dus echt geen rivierkreeft. Dus een heel wat typisch is voor de rivierkreeft, wat wij allemaal gezien hebben, is dat ze ze willen nat zitten. In tegenstelling tot zoogdieren die de kanten gaan en dan vervolgens de droogte opzoeken, zoekt de rivierkreeft de nattigheid op. Hier waar we even op uitkwamen, we hebben een heel grof een kostenplaatje gemaakt. En op dat moment, ik denk dat het inmiddels, dat is het wel veel meer, kwamen we op ongeveer, voor de vuist tegen op 100 huishoudens, die dus steeds voor 90 tot 100, 200 euro hun oever hebben hersteld. In ieder geval op een orde grootte die niet vergelijkbaar was met wat wij gezien hebben en weten van de ratten. Om even af te ronden, kort nog even over het waarom. Wat ik hier heb staan, hierboven, zijn vangsten enerzijds aan de bovenkant uit fuiken versus de kreeften uit de holen. En wat je ziet in fuiken is dat de meerderheid in het najaar, september, oktober, zijn mannetjes die je in fuiken vindt.
ongeveer 60-70% is, 60% is mannetje. En de vrouwtjes zitten daar ook in. En daarvan is ongeveer 10% zwanger. Kijken we naar de holen, dan is de minderheid van de vangst is mannetjes. En de meeste zijn vrouwtjes en de helft daarvan is zwanger. En zoomen we vervolgens in op de landholen versus de oeverholen. Dan heb ik hier uitgezet de fractie, wat ik heb genoemd single. Dus mannetjes die in een uppie in een hol zitten. En in een oeverhol is de helft van de mannetjes. Moet ik het even goed zeggen? Ik heb volgens mij is dit is fout gegaan, wat ik hier wil zeggen. Dus de eenzame mannetjes, de alleen mannetjes zitten alleen in de oeverholen. En de landholen hebben wij nooit een mannetje alleen gezien. Er zitten soms mannetje in een hol op het land, maar dat is altijd met een vrouwtje. En ik heb er nadien nog heel veel meer uitgegraven en het gebeurt wel vaker dat je een hol hebt op het land met een vrouwtje en soms twee mannetjes. Maar ik heb geen enkele aanwijzing dat mannetjes het land op gaan en daar zelfstandig een hol graven. Dus het is altijd zo dat ze misschien een vrouwtje achterna lopen en het hol in gaan. Maar het graafwerk is primair, wordt gedaan door de vrouwtjes. Mijn conclusie die wij hieruit trokken is dat ondanks dat ons watersysteem niet meer droog valt, is er dus nog wel degelijk een hele sterke drang voor die vrouwtjes om te graven en die oever in te gaan om dus die eieren te zetten. Om die jongen en die eieren in die eerste twee maanden in de grond weg te zetten voordat ze teruggaan naar het water. Ja, dus onze conclusie was eigenlijk als volgt. Zijn ze een gevaar voor de veiligheid? Nou, op dit moment zeker nog niet, want ze zoeken vooral, de dimensie is vrij klein, het zijn kleine holletjes, alleen in vochtige grond. Maar het is wel heel erg vervelend. Want de ironie wat hier natuurlijk bij is dat heel veel mensen in het veenweidegebied hebben hun beschoeiing aangelegd om af te zijn van al die zoogdieren. Want die zoogdieren willen daar de kant in. En de ironie is dat juist die mensen nu worden getroffen door de kreeften die er overheen gaan en achter de kering de grond in gaan. Dus de particulieren hebben hier heel veel schade aan. En wat Nico zei, wat ik wel aardig vond, het is in combinatie natuurlijk wel een risico. Als je een krasje zet op je auto en vervolgens kan het, laat het een muskusrattengang zijn, vervolgens kan dat natuurlijk als roest, kunnen dan al die kreeften weer zo'n gang doorgaan. Dat was mijn verhaal, denk ik.